Anne, het schooljaar was nog maar 2 dagen oud en ik kreeg al een mail van de juf die zei dat er kriebelvriendjes in de klas gesignaleerd waren. Nu, ik vind dat niet echt vrienden, ik vind dat echt kleine smeerlapjes allemaal. Dus ik ben heel blij dat jij als luizenmoeder hier vandaag aanwezig bent om te zeggen welke shampoos en sprays dat er nu eigenlijk werken en welke niet. Want jullie hebben een test gedaan. Ja, dat is heel vervelend voor jullie natuurlijk, maar gelukkig hebben wij een test gedaan. Wij hebben 9 lotions of sprays getest in een labo en hebben gekeken of ze echt wel effectief zijn tegen luizen en neten. Wat blijkt dat er eigenlijk 4 heel goed zijn tegen luizen en neten. 5 scoren helaas minder, wel tegen luizen, maar dan eigenlijk niet tegen neten. Ja, want die neten, dat is wel heel belangrijk dat juist. Die ook dood worden gemaakt. Waarom juist? Wel, we moeten eigenlijk die cyclus doorbreken. Want luizen die leggen elke dag 4 à 6 eitjes. Die eitjes, na 14 dagen zijn die dus volwassen en kunnen die weer eitjes beginnen leggen. En zo raak je er nooit vanaf. Dus luizen en neten moeten samen dood. En misschien ook meermaals wassen of behandelen met al die shampoos. Ja, inderdaad. We hebben dat in een labo eigenlijk ook maar 1 keer gedaan, omdat dat ook zo op de verpakking staat. Maar omdat wij weten dat mensen thuis misschien niet zo in de juiste condities kunnen doen, raden we aan, doe het 1 keer. Kijk je kinderen na, zijn er nog luizen na 7 dagen, herhaal. En gebruik ook gewoon na het gebruik van de shampoos een gewone luizenkam of netenkam. Ja. Vroeger was het zo dat een aantal van die shampoos dat die een hele nacht moesten trekken in het haar van kinderen, die vinden dat niet leuk natuurlijk. Is dat nog altijd zo of zijn die tijdspannes korter? Wel, de tijdspannen zijn duidelijk korter. Het kan gaan van 5 tot 10 tot een half uur. Dat is dus duidelijk al wat minder. Maar de reden vroeger zaten daar echt ook wel in die producten insecticiden. Dat zijn eigenlijk zoals permethrin en malathion, dat zijn agressieve producten die echt wel ook echt werkten, maar ook wel bijwerkingen hadden, zoals allergische reacties, en ook wel resistentie konden teweegbrengen. We zien dat eigenlijk al deze producten met insecticiden niet meer in België op de markt zijn. Op internet lees je ook dat bepaalde huis-, tuin- en keukenmiddeltjes kunnen helpen. Hebben wij die ook geprobeerd? Ja, wij hebben die ook getest. Wij hebben eigenlijk 4 van die middeltjes geprobeerd. Mayonaise, azijn, essentiële oliën en kokosolie. Lekker vettig, maar niet efficiënt. Nee, helaas eigenlijk helpen ze echt niet tegen de luizen en de neten. Dan zijn er nog een aantal van die moderne toestellen, van die elektrische kammetjes. Ja, juist, die kosten misschien vrij veel geld. Ja, die kosten eigenlijk voor zoiets betaal je €25. Ja. En ook deze hebben we getest. En ja, wat blijkt, ook zij zijn niet echt effectief tegen luizen en neten, omdat je echt ook moet gaan zoeken naar de luizen en dan gaan die dood via zo elektrische schokjes. Maar je moet dan eigenlijk ook heel veel keer te werk gaan om al de luizen en de neten te vinden. Dus eigenlijk ben je evenveel te werk bezig als met de gewone luizenkam. Laatste vraag, kan je ook preventief iets doen tegen luizen? Helaas niet. Er bestaan wel middeltjes, maar die helpen echt niet. Je moet echt behandelen als je luizen hebt en preventief helpt dat niet. De luizen blijven niet weg. Dus kort samengevat, er zijn producten die heel goed werken tegen luizen. Helaas zijn er ook heel veel op de markt die onvoldoende werkzaam zijn. Bent u geïnteresseerd in de resultaten en welke shampoos en sprays echt werken? Ga dan naar onze website.